Vrienden, kijk ik een keertje naar de slimste mensen? Dat doe ik niet zo vaak. Maar het heb ik nu gedaan. En alleen maar onzin kwam er op me af. Ja, er zit ene Milou. Ik ga haar niet de noemen, want dat moet je wel verdienen. Gewoon Milou. En die Milou die verkoopt zichzelf als journalist. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord, weet ik veel. En die zit daar dan. En die noemt zichzelf dan feministe. Ja, maar ik ben voor gelijke rechten voor man en vrouw. Nou, dat zijn we allemaal, Milou. Feministe, hou op zeg. En die komt daar dan in van die paarse crocs. En die gaat daar dan zitten als een bouwvakker. Met de been zo eroverheen geslagen. En daarna gingen we nog gek doen ook. Dan gingen we dus met de been op het kussen, weet je wel. Dan krijg je die dus van, kijk mij eens even anders zitten. Oh, vrienden van de redactie daar, van die slimste mensen. Kunnen jullie ook gewone mensen, gewoon leuke mensen uitnodigen? En niet, want hier hebben we te maken dus met aanstelleritis, schuine streep, dommigheid. En dat verpakt in één persoon. Dat is nog wel heel knap hoor, moet ik zeggen. Dat is ook een kwaliteit, daar gaat het niet om. Kan je afvinken, maar waarom moeten wij daar nou met z'n allen naar gaan zitten kijken? Ik moet dit weten. Ja, en dan van die woorden roepen, weet je. Hoor. Ik moet dit weten. Vluchtheuvel. Oh nee. Kurkentrekker. Ik moet. Ja. Jeetje. Oh jeetje. Remspoor. Rem. Niet. Ik moet dit weten. Ja, ik moet dit weten. Dubbelva. En dat de hele tijd maar door. En als ze het dan wist, dan was het weer van... Yes! Krijg je die? Weet je wel? Oh, alsjeblieft, zeg hé. Ja, en dan krijg je ook nog eens een keer, ja, als bonus, wordt er dan gezegd van, ja, je hebt ook een tattoo. Ja, ze had ook een tattoo. En wat was de tattoo dan? Allemaal kijken ook en dit en dat. En, ja, ik heb een clitoris op mijn enkel. Dat is dan de tattoo. Ja! En dan wordt dan gewoon uitgenodigd voor de slimste mensen. Dat vinden ze dan daar. En dat is wel leuk afwijkend. Dat is wel heel apart. Ja. Nou, dat is kierenwiet, vrienden. En dan kwam die op het eind. Hè, dus dan hebben we allemaal die aanstelleritis gehad. Van kijk mij eens anders zijn. En hebben jullie het wel gezien? Ja, dat hebben we gezien. Milou, dat jij heel anders bent. Leuk hoor. Nou, en toen kregen we dus na al die aanstelleritis, kregen we ook nog een keer die schuine streep dan van dommigheid. Want toen kwam de vraag gewoon van, en wat weet jij over Franeker? Nou, paniek. Oh, is dat een schrijver? Franeker, ja. Of is dat een sporter, Franeker? Nee. Of zou dat misschien een stad in Friesland zijn? Milou, wat denk je? Ja, nou ja zeg. Hey, vrienden. Nou, we hebben in ieder geval van alles gezien weer. Maar dit was niet de slimste mens.